PC hier met de uitwerking van vraag 41 van het aardrijkskunde-examen VMBO-TL uit 2019. En wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik krijg al veel reacties dat heel veel leerlingen het echt heel fijn vinden dat ik deze vraag uitwerk. Dus nou, daar doe ik het dan ook voor. Ik heb de vraag hier digitaal geopend. Het is vraag 41. Ik vind het zelf een hele leuke vraag. Het is vraag aan het einde van het examen. Thema is bevolking en ruimte. En deze vraag gaat over China. En zoals jullie weten is China een belangrijk hoofdstuk in het examenthema bevolking en ruimte. Nou, laten we de vraag even bekijken en doornemen. Dat ga ik twee keer met je doen. Vraag 41 voor één punt. Bekijk bron 37. Tussen Macau en Hongkong is een brug gebouwd. De brug verbindt sinds kort Macau met Hongkong. Argumenteer of het verzorgingsgebied van beide steden na de aanleg van de brug groter of kleiner wordt. Doe het zo. Kies eerst groter of kleiner en geef daarna een argument voor de keuze. Als we de vraag nog een keer lezen, dan pak ik mijn digitale markeerstift en dan ga ik aanstrepen wat belangrijke woorden zijn. Waar moet je op letten? Waar moet je om denken? Ja, tussen Macau en Hongkong, dus dat zijn twee steden in China, daar gaat het dus om, is een brug gebouwd. De brug verbindt sinds kort Macau met Hongkong. Nou, ik heb dat even opgezocht, dat is sinds 2018, dus een jaartje of drie. Argumenteer over het verzorgingsgebied van beide steden, dus beide steden Hongkong en Macau, na de aanleg van de brug groter of kleiner wordt. En dan krijg je aanwijzingen om de vraag te beantwoorden. Doe het zo. Kies eerst groter of kleiner en geef daarna een argument voor de keuze. Dus je moet twee stappen moet je nemen, of twee beantwoorden. Twee dingen moet je doen. Doe je dat niet, geef je bijvoorbeeld alleen aan groter of kleiner en geef je geen argument, dan krijg je het punt ook niet voor deze vraag. Nou, om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, moet je een aantal dingen kunnen en ook weten. Allereerst moeten we de bron bekijken als een kaart. Dus ja, het komt hier ook aan op kaartvaardigheid. Dus dat je die kaart snapt en kunt aflezen. Dat is één. Twee, je moet ook weten hoe het zit met verzorgingsgebied. Dat kun je leren. Wat is dat precies? Laten we eerst beginnen met de kaart. Bron 37. Nou, die brug die heet de Hongkong Zhuhao Macau brug. En als we de kaart bekijken, dan zien we ook op deze kaart een aantal gegevens. En de kaart heeft geen legenda, dat niet, maar we zien wel wit en lichtgrijs. Nou, het witte, dat is land en hier zie ik de stad Hongkong liggen. Hieronder heb ik de stad Macau. Nou, dus het witte is land, dat is China. En lichtgrijs, dat is zee of water. Dat is, hier hebben we dan de Zuid-Chinese Zee. En hier heb ik ook, dit is trouwens de Padelrivier Delta. De Padelrivier die mondt uit in de Zuid-Chinese Zee. Je ziet ook heel duidelijk op deze kaart de tunnel, namelijk de zwarte of donkergrijze lijn. Hè. Je ziet hier de brug. Ik zei tunnel, maar die heb je ook. Hè. De brug, hè, dus deze lijn. De brug. En ze hebben ook nog een stukje tunnel gemaakt, dus onder water. Die brug, inclusief die tunnel, dat is 55 kilometer lang en opgeleverd dus in 2018. Dat is 1. 2. Je moet dus iets kunnen zeggen over het verzorgingsgebied. Nou, wat is dat nou precies? Ja, dat is het gebied waar mensen wonen die gebruik maken van een bepaalde voorziening. En dan moet je denken aan voorzieningen zoals restaurant, bar, hotel, bibliotheek, universiteit, bioscoop, sportschool. Je kan heel veel voorzieningen kun je bedenken. Hongkong en Macau zijn steden en in die steden wonen mensen en die mensen die maken dus gebruik van die voorzieningen. En ja, dat doen ze natuurlijk ook. Hè. Dus je zou kunnen zeggen dat wat ik nu aan het tekenen ben, hè, dus dat zijn de verzorgingsgebieden voor deze beide steden. Maar goed, nu is het zo dat voor beide steden de verzorgingsgebieden groter worden. Dus het is groter geworden. En hoe kan dat nou? Nou, dat komt door die brug. Door die brug kunnen mensen dus gebruik maken van de voorzieningen over en weer. Dus woon je in Hongkong,
kun je nu ook gebruik maken van de voorziening in Macau en andersom ook. Waar het voorheen niet kon, omdat die brug er dus niet lag. Hè. Dus ja, die twee gebieden, die twee steden, die waren gescheiden door die zee. En je kon die gebieden wel, hè, die steden wel bezoeken, maar dan moest je met de boot of je moest helemaal omrijden. Was je gewoon heel veel tijd kwijt. En ja, dus voor de aanleg van die brug was het voor mensen gewoon niet te doen om gebruik te maken van elkaars voorziening. En ja, nu dus wel. Om als voorbeeld te noemen, stel je voor, je woont in Hongkong. Je houdt heel erg van uit eten gaan, restaurants bezoeken. En ja, je weet dat er in Macau een heel leuk Portugees restaurantje is. Dragon bijvoorbeeld. En Macau is trouwens een oude Portugese kolonie, dus daar heb je allerlei Portugese restaurantjes. Ja, en dat kan je dus nu bezoeken. Dus je kan nu gewoon de auto pakken of de bus en je gaat dan over de brug. En dan kom je in Macau en dan kun je daar lekker uit eten. En dan ga je dus 's avonds of 's nachts ga je weer terug. Even als voorbeeldje om een voorbeeld te noemen. Hè, waar je voorheen dacht, ja jeetje, ik ga niet helemaal naar Macau, want het is zo ver weg. Er zit een zee tussen, dus ik ga wel in Hongkong uit eten. Dus dat is dan ook het antwoord op deze vraag. Laten we nog even naar het antwoordmodel kijken. Je ziet het hier ook staan, hè, dat het groter moet zijn. En uit het argument moet blijken dat de brug... twee gebieden met elkaar verbindt die voorheen gescheiden waren door de zee. Nou, opmerking, het scorepunt alleen toekennen bij een juiste keuze met een juist argument. Oké, dat is... Of dit was, moet ik zeggen, vraag 41. Ik hoop dat dat het duidelijk is, dat je hier wat aan hebt. Nog even iets anders. Ik ga ook vraag 42 in een andere video met je doornemen. En die gaat over dezelfde brug. Dus vond je dit nou een lastige vraag? En dan raad ik je aan om ook de video te bekijken over vraag 42. Goed, dankjewel. Leuk dat je hebt gekeken. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer even op mijn YouTube kanaal. En succes in ieder geval. Zeker straks met het komende examen.